Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 4 december 2015. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag hebben we opnieuw Contestia en op het laatst van de uitzending 8 PSK 250. Let op, 8 PSK 250 rond 1000 Hz. 1000 Hz als centrale frequentie. Het heeft er enige schijn van dat Tentec bijna drie kwart jaar na de overname door RKR Designs LLC alweer van eigenaar is gewisseld. John Henry, KI4JPL, die enige tijd als woordvoerder voor het bedrijf gewerkt heeft, maar die na de overname bij het bedrijf moest stoppen, heeft informatie die hierop wijst op internet geplaatst. Tentec bevindt zich al langer in moeilijkheden. RKR heeft kennelijk na de overname de oude voorraad onder de prijs verkocht om de verliezen binnen de perken te houden. Al sinds juni afgelopen zomer echter worden er nog wel bestellingen aangenomen, maar worden populaire, innovatieve, nieuwe modellen als de Rebel en de Patriot niet meer uitgeleverd. Overigens worden bij Tentec de bedragen pas van de creditkaartorganisatie geïnd op het moment dat er verzonden wordt. Dat is dan wel weer netjes. Het is een beetje lastig om op dit moment de realiteit van de fictie te onderscheiden. Henry is nogal in zijn nopjes met de nieuwe eigenaar, van wie hij de identiteit zegt niet te mogen onthullen. Maar het kan ook zijn dat hij zo de loftrompet steekt, omdat deze een nieuwe rol voor Henry bij het bedrijf in gedachten heeft. Het is een moeilijke niche-markt, die markt voor amateurproducten. De marges zijn gering, de klanten zijn kritisch en veeleisend en de concurrentie is zwaar. Probeer dan als domestic bedrijf het hoofd maar eens boven water te houden. In het Verenigd Koninkrijk moeten alle amateurs hun licentie iedere 5 jaar vernieuwen. Ofcom maakte onlangs bekend alle vergunningen in te zullen trekken van mensen die dat nog niet gedaan hebben. Inmiddels zijn er daarvan nu 500 ingetrokken. Ik weet niet het totale aantal amateurs in het Verenigd Koninkrijk, maar het zijn er vast meer dan hier. Want er zijn nu nog 15.000 amateurs die hun vergunning niet vernieuwd hebben en die Ofcom daarom binnenkort ook wil intrekken. Vandaag maar weer eens wat nieuws over etherpiraten, met name ook omdat ik weet dat amateurs in het noorden en het oosten dat weten te waarderen. De Drentse website etherpiraten.com meldt een actie gisteren 3 december bij Brekdeer FM in de buurt van Hengelo, Overijssel. Om 11:30 stonden daar twee medewerkers van agentschap Telecom bij de zender om een einde te maken aan de 4e uitzending in 7 dagen. Ditmaal ging het in tegenstelling tot de vorige keer om een onbemande installatie waarbij de antenne in een gsm-mast was geplaatst. Onder de mast was een Dixie-toilet geplaatst met als doel de zender te beschermen tegen het weer en een eventueel vervoer gemakkelijker te maken. Helaas was dit voor AT dus ook bijzonder handig. De gehele opstelling kon zo mee worden genomen. Naast het verlies van de zender is ook de stream-pc en wat extra apparatuur meegegaan. De antenne boven de mast is blijven hangen en is volgens etherpiraten.com inmiddels alweer in gebruik. De gebruikte stroomvoorziening was gestolen stroom uit een reeds aanwezige stroomkast. Het etherpiraten.com team wenst, zoals gebruikelijk, Brekdeer FM veel succes bij toekomstige uitzendingen. En de foto van de actie, het Dixie-toilet en de apparatuur kunnen dit keer zonder login of wachtwoord via het linkje op etherpiraten.com worden bekeken. Denk nog even aan de uitzending van PI4AA vanavond. Vrijdagavond vanaf 2100 uur op PI2NOS op 7073 kHz plus minus QRM en op 145325. Nieuwe medewerker Otto, PD2ODR, bekend van onder andere de Kampradio tijdens de Jutberg, begint vanavond met zijn rubriek Op bezoek bij. Dit keer gaat Otto kijken bij Rico, PA0 Romeo Bravo Tingo. Daarnaast zijn er bij PI4AA uiteraard weer de vaste rubrieken zoals het nieuws, het DX-nieuws en de activiteitenkalender. Vanaf 2100 uur vanavond dus. Denk daarnaast ook even aan de lange uitzending van PA00 Nieuws, nog later vanavond om 10:30 op PI3 UTR. Daarin kun je de herhaling van alle Daily Minutes uitzendingen horen van de afgelopen week en verder de Amateur Radio Newsline. En in de Oostzee-Rundspruch in het Duits onder andere het nieuws van de nieuwe 5 MHz band in die Niederlande. Aan het eind van deze uitzending verder nog het fragment dat Leo, PA3ELQ, me kon toesturen. Betreft hetzelfde item van Radio Noordzee waar Nico Steenbergen eerder deze week over vertelde, alleen vanaf de kant van de luisteraar gehoord. Met dank aan PA3ELQ dus. Dit is het radiozendschip Mevo 2, het radiozendschip Mevo 2. Radio Noordzee Internationaal. Wij zenden uit in de Middengolf, twee korte golf en FM. Naar de vermoedens van onze kapitein en bemanning zijn wij van onze ankers geslagen. Zover wij dit zelf kunnen controleren is dit waar. De ankerketting staat recht naar beneden, hetgeen volkomen abnormaal is bij deze golven en dit weer. Het schip reageert veel grover dan normaal. We zijn waarschijnlijk van onze ankers geslagen. Om moeilijkheden met de autoriteiten te voorkomen, hebben we besloten zenders uit te schakelen. Dit
is het radiozendschip Meibo 2. Het radiozendschip Meibo 2. Wij verzoeken u om ons kantoor in Hilversum in te lichten van dit geval. Dat is dan telefoonnummer 02150-49775. 02150. Ja, en uiteindelijk was de zaak opgelost en werd het schip teruggesleept naar zijn originele positie. We horen Nico Steenbergen, maar dan 30 jaar geleden. En dan goedemiddag als u net ingeschakeld hebt. Als u zich afgevraagd hebt waar wij de hele dag geweest zijn. Wel, we hebben een klein tochtje gemaakt langs de kust van Nederland. Nadat wij vanochtend om 8 uur van ons anker zijn weggeslagen, zoals dat in vaktermen heet. Alles is inmiddels hersteld. Wij zijn op het ogenblik op weg naar onze oude positie. In ander woord dan verzorgd door de sleeboot Smitsbank. Ik heb hem de hele middag gezien, maar ik weet niet eens meer hoe die heet. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.PA0ETE.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me.